Hoi, Daan hier van HiFi Klubben. Vinyl is het mooiste wat er is. Er gaat niets boven het ritueel van een verse plaat uit de hoes halen, je telefoon uitzetten en met aandacht echt naar die muziek luisteren. De liner notes lezen, zodat je weet wie er meespelen, waar het is opgenomen, wanneer het is opgenomen, wie de productie heeft gedaan enzovoort. Het artwork op groot formaat en dan die toonarm naar beneden halen en dat moment van stilte waarin je die eerste klanken anticipeert. Dat is onovertroffen. Maar hoe zet je zo'n platenspeler nou goed neer? In deze video ga ik je het een en ander laten zien. De platenspeler die ik ga gebruiken is een Pro-Ject X1. Je hoeft niet exact dezelfde platenspeler te hebben. De essentiële dingen die ik ga laten zien werken op veel platenspelers hetzelfde. Voor het installeren heb je een kleine waterpas nodig en, als je het echt goed wil doen, een naalddrukweegschaal. Waarom? Dat leg ik je zo uit. Denk als eerst na over waar je de platenspeler neer wilt zetten. Hij moet namelijk zoveel mogelijk trillingsvrij zijn. Dit bereik je het best met een plank aan de muur. Hierdoor komen trillingen vanuit bijvoorbeeld de vloer niet zo snel in de platenspeler. Een goed alternatief is een zware kast. Let op voordat je begint dat je genoeg ruimte hebt om alles uit te pakken en dat je in een schone omgeving werkt. Dan kunnen we nu de platenspeler uitpakken. In de doos vind ik het volgende: een voedingskabel en adapter, het contragewicht, de aandrijfriem, een RCA signaalkabel en het anti-skatinggewicht. En in het geval van de X1 zit er nog een setje handschoenen, een single adapter, een mat en een inbussleutel bij. Dan gaan we nu het chassis van de platenspeler neerzetten. Check van tevoren of het oppervlak goed waterpas is. Sommige platenspelers hebben draaibare voeten zodat ze op een scheef oppervlak alsnog waterpas kunnen staan. En dan een tip: sluit nu alvast je kabels aan op je platenspeler zodat je dat straks niet hoeft te doen als alles al is afgesteld. Dan gaan we verder met de snaar. Sommige motoren hebben twee wielen. Eentje voor 33 en 45 toeren en eentje voor 78 toeren. De meeste platen zijn 33 toeren, dus gebruik in dat geval het kleinste wiel. Leg nu het plateau over de as op het chassis. Schuif het contragewicht achter op de toonarm. Nu gaan we de toonarm kalibreren. Hiermee kunnen we straks de juiste naaldruk of tracking force instellen. Haal voorzichtig het beschermkapje van het element. Gooi deze niet weg, hiermee bescherm je later namelijk de naald als de platenspeler langere tijd niet speelt. Laat de toonarmlift naar beneden komen en plaats de toonarm tussen het plateau en de armsteun. Nu moet je de toonarm in balans brengen. Dit heet de nul of neutrale stand. Draai het contragewicht net zo lang naar voren of naar achteren totdat de arm waterpas blijft hangen. Als de toonarm naar achteren kantelt zul je het contragewicht iets naar voren moeten schuiven en wanneer de toonarm naar voren kantelt zal hij juist iets naar achteren moeten worden verplaatst. Zodra je de toonarm waterpas hebt, moet je de schaalverdeling op het contragewicht in de nulstand zetten, namelijk de 0 recht omhoog, zoals een klok op 12 uur. Belangrijk is nu dat je alleen de schaalverdeling beweegt en niet het gewicht zelf naar voren of naar achteren draait. Nu gaan we de fijninstelling doen, namelijk de juiste naaldruk instellen. Deze naaldruk wordt in grammen of in millinewton aangegeven en kun je terugvinden in de handleiding. 1 gram is ongeveer 10 millinewton. De aanbevolen naaldruk voor dit S2-element is 1,8 gram. Dat is dus ongeveer 18 millinewton. Dit laatste getal komt overeen met de getallen op het contragewicht. Draai nu het complete gewicht naar voren, zodat de schaal ongeveer 18 aanwijst. Nu heb je grofweg de juiste naaldruk ingesteld. Je kunt het zo doen met de schaalverdeling die op het contragewicht staat, maar het wordt wel echt mooier als je het preciezer meet met een naalddrukweegschaal. Je doet dat niet alleen omdat bij een te lage druk die naald over de plaat schiet en bij een te hoge druk je meer slijtage krijgt, maar je doet het ook voor het geluid. Een iets lagere druk geeft namelijk een wat lichter en opener geluid en een wat hogere naaldruk juist een wat donkerder en vetter geluid. Dit is persoonlijke voorkeur en moet je dus zelf beluisteren en naar eigen smaak instellen. Een fabrikant van een naald geeft daarom altijd een bereik aan naast de aanbevolen naaldruk. Daarom mag je een Ortofon 2M red element, een 2M silver element of dit 2S element instellen tussen de 1,6 en 2 gram. Je kan nu je zojuist gemaakte instelling meten en kijken of je er een beetje in de buurt komt. Nou, dat ziet er behoorlijk goed uit. Nog niet helemaal, dus ik kan hem nu nog exacter instellen zodat de platenspeler optimaal zal klinken. Nou, goed om erbij te zeggen dat het instellen van een platenspeler meer een kunst dan een wetenschap is. Als jij namelijk een mooie platenspeler hebt, zoals deze Pro-Ject X1, dan kun je heel veel op smaak instellen. Nu je de juiste naalddruk hebt ingesteld, klik je het beschermkapje voorzichtig terug op zijn plek. Pak nu het anti-skatinggewicht uit en hang dit op de daarvoor bestemde plek achterop bij de toonarm. Dit anti-skatinggewicht en de kracht die deze uitoefent is gerelateerd aan de naalddruk. Bij een S2-element op de standaarddruk van 1,8 gram moet het gewichtje in het middelste groefje. Heb je een andere naald met een hogere naalddruk van bijvoorbeeld 3 of 4 gram, dan moet die grotere kracht gecompenseerd worden en moet het anti-skatinggewichtje zwaarder worden ingesteld, dus een groefje naar achteren. Pak nu de stofkap uit en plaats deze over de scharnieren achter op het chassis. Nog een paar dingen. Een platenspeler heeft altijd een phono-volversterker nodig, oftewel een phono-trap. De spanning die uit zo'n naald komt, dat verschilt per element, maar die is met een paar millivolt zo klein dat die eerst moet worden volversterkt voordat hij naar een normale versterker kan. Die versterking is dus aanzienlijk en daarmee bepaalt de phono-trap een groot deel van je geluid. Ook gaat er nog een zogeheten RIA-curve overheen. Dat is een heel apart verhaal en dat kun je teruglezen op onze website. Link in de beschrijving. Een betere phono-trap heeft dus een betere voeding die stiller is en zo min mogelijk ruis geeft. Mijn advies is om aan een beetje platenspeler, denk aan een Pro-Ject Debut Carbon EVO, om daar al een goede phono-volversterker aan te hangen, bijvoorbeeld een Phono Box DS2 van Pro-Ject of een MoFi Studio Phono. Dan de kabels. We hebben verschillende signaalkabels om een platenspeler aan te sluiten. Ik gebruik in dit geval een Yukon RCA kabel van AudioQuest. Er zijn ook speciale platenspelerkabels met een eigen aardedraad, maar dit kun je ook simpel zelf maken met een stukje luidsprekerdraad, zolang er maar contact is. Nou, dan nog over het onderhoud van je platen. Je wilt voor en na iedere luisterbeurt de platen schoonmaken met een borstel. Je kan beginnen met onze Argon Vinyl Kit, waar ook een naaldborstel in zit en een antistatische spray, waar je je platen goed schoon mee kan houden. Wil je het helemaal compleet hebben? Ga dan voor onze Argon Vinyl Kit 2 met onder andere een betere borstel en een mooie slipmat. Nu kun je je platenspeler aansluiten op je stereo-installatie en genieten van al je prachtige platen. Mocht je nog meer willen weten, dan heb ik een link in de beschrijving naar onze website met nog meer informatie. Bedankt voor het kijken en heel veel luisterplezier. En zoals altijd, Bad Sound Kills Good Music.